wanna feel the pain. And I'm so low, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. I'm gonna go insane. Always on the grind, but still everything's the same. I'm sick of wasting time, wish I didn't feel this way. But with this kind of mind, I will figure out my lane, yeah. It's the highs and the lows, the change and the woes. All the fame on the coast and the pain, no one knows. I want the time just to slow, my mind's feeling low. Say I'm fine, but I know that I might be alone. Fell in the worst kind of way. Took all of my time and didn't give it back to me. Wasn't enough, and I don't know what to say. You wanna fall in love, but don't wanna feel the pain. And I'm solo, cause I don't know if I'm alone, if I'm unknown. But I won't go, no I won't go. You ain't never gonna slow me down, cause I feel alive now. We'll be right back.
Alright, goedenavond, dames en heren, appels en peren. Welkom bij deze livestream van de AM80, MS80, de brik van de NMBS. We gaan terug op de route van Antwerpen-Gent rijden, de versie 2.0. Met twee Memling Bricks gaan wij een IC-trein rijden van Antwerpen richting Lokeren. We gaan even trekken in Antwerpen Centraal. De route is uiteraard nog in beta. En er mankeren nog wel wat details en zo. Maar het is alvast een leuke route. We kunnen hier met TBL1 Plus rijden. Dat is het belangrijkste. We gaan onze trein volledig opstarten. Dus voor de mensen die dat niet weten hoe, kijk even mee. Ik ga alles proberen uit te leggen. Dus, voor de starten doet je deze hendel naar beneden. Voilà. Dan heb je hier dit hendeltje voor de pantograaf. Zo. Hop, pantograaf omhoog. Dan moet je even wachten. Tot als je 3000 kilovolt krijgt. En voilà. Dan kun je de hoofdschakelaar inzetten. Een paar seconden duwen. Zo. Deze schakelaars moet je niet aankomen. Ja, tenzij dat je hier extra lichtfuncties wilt. Cabineverlichting of nog een extra leeslampje. Voor de deur open te doen moet je eerst de rijrichtingsschakelaar instellen. Ik sta gewoon nu in achteruit, raar maar waar. Maar voordat dat duwt uitgaat, moet je op de spatiebalk duwen. Dat is uw dode man, die gaat 1 keer per minuut af. Zo, kunt je de deuren open doen. Voilà. Mouse, deurtjes open. Vergeet niet, als je vooruit staat, dat je zonder de 60 seconden dode man krijgt, als je daar niet op reageert, krijg je noodrem. Zeer belangrijk, handrem af. Hup. Maar wauw. Dat doet ook niet veel. Zo, oké, is dat dus los. Verlichting is hier. De witte, kijk logisch. Zo. Voilà, dat was de dode man al. Om de deuren terug toe te krijgen, moet je een paar seconden op deze knop duwen. Voilà, deurtjes gaan toe. En nu gaan we eens kijken of onze wissels goed liggen voor naar Gent te rijden. Zo, tadaa, hop. Right, let's go. Voor de remlot te doen, doe je op de E. Oh, sorry. Dat was verkeerd. Dat was niet de bedoeling. Ja, ja, dit. Met een controleknop en dan op E duwen, komt je dus een scenario editor. Dit doe je op E. En als je op E duwt, zie je dat knopje bewegen. Dan kun je de rem vooruit zetten en dan kun je de rem loslaten. Dit schakelaarje moet je ook aanzetten, want anders gaat je rem niet lossen. En deze heeft gewoon TBL, het oude TBL zonder TBL 1+. Onze remmen lossen en dan gaan we vertrekken ze.
De toeter klinkt goed als je het raampje een beetje openzet. Anders klinkt het zo. En dat is maar een beetje saai. Raampje open. 10 keer beter. Alright, let's go. Volgende station dat we hebben is Antwerpen, Berchem. Wat dat getik is. Dat is een snelheidsmeter. En ik heb een ander systeem met een registratiesysteem. Dat maakt dat geluid. Maar met alle breaks die nu ETC's hebben, is het eruit gehaald. Want dat wordt allemaal in de computer geslagen. Right, deurtjes open. Voilà. Even in neutraal zetten, dan kunnen we buiten een beetje rondkijken. Ja. Tut. En deuren toe.
Antwerpen Zuid. We komen aan in Antwerpen Zuid. Oei, die maak je dus de kant per op. Something happens wrong. Ja, sorry mensen, je gaat in de put moeten springen, jongen. Sorry, het spijt me. Alright, let's go verder naar Gent. Dus ik pas wel in een tunnel rijden, dus daar heb ik aan uit.
geen TP, dat toch even een TP. Dag, nevermind. Remmekens los en we gaan weer terug vertrekken. Eén nadeel. Nu moeten we dus tot aan het honderd zijn. Hier, kijk, kijk. Ik heb de dat is bij Memoor was het zo niet, maar helaas vind ik wel zin, dus ga ik niet doen. Ik zat dat ding nog te knippen op geel. Ja, als dat niet meer met mijn voeten spelen. Ah, spel af jongen, maar zit toch niet eens goed. Rol. Toch niet, want het is... Ah, wauw, even zo. Helaas, er zijn geen perrons, ze rijden gewoon even door. Ik weet niet wat er aan de hand is met de route, maar het is heel raar. Waarom zet het ineens rood hier? Jongens, dat was dat niet. Vol aan bakken rijden, hè. Ja, dat is misschien nog wel een idee. Om de wissel te checken, dat we niet eens op de X-Pro rijden. Oké, Bonhal is niet meer aan zeden, maar de Beveren was.
Weet je, als ik hem nog een keer doe, dus let's hope dat het er niet is wat we moeten doen. Oh, deze station heeft wel een perron van alles nog niet, maar dat is niet zo. Maar met deze zijn er gewoon het perron af. Mooi geïnstalleerd. Maar bon, het is een gratis map, dus wel eens aan. Deurkens open, iedereen eruit, iedereen erin. Dat was het de bedoeling, mannen. Maar eerst de mens laat niet meer uit, snap je niet? Ja, deze twee deuren zijn niet goed genoeg voor meneer of wat? Ah, we hadden er nog even over twijfelen dat je meegaat. Ja, kijk. Ja, daar is een trein. Ja, toch? Nee, ja, nee. Oké, dat is pech. De man is weg en de deuren gaan dicht. Okidokopie en Simoki, we gaan vooruit rijden. Wat er niet klopt, is hier het motorgeluid in het gedeelte de A, B, D, X. Er zit geen motor, alleen een compressor. Het is een fout, maar mooi.
Ah, en ineens hebben we hier geen geluid meer en ook geen perron. Eh, mooi. Ah, spoorgeluid. Wauw. Ja, inderdaad, dat was een zalige eerste klas. Kunt je wel zeggen. Ah, het is eruit. Afgaan naar 120. En dan komen ze dadelijk aan in het station van Sint-Niklaas. Precies, er ook een paar elementjes. En hier is de Bordeaux-versie waar we nu mee gaan rijden. Er is niet veel verschil aan de binnenkant. Maar... Ah, wauw. Het is niet eens bedienbaar. Mooi. Hier staan we dan. Wel, ik heb een oplossing. We gaan het weer een beetje arrangeren. Nee, we gaan dit gewoon officieel doen. Hè? Voilà, hop, officieel. Hop, voilà. We gaan de cabine afzetten. Hop, hop, voilà. En dan gaan we dan deze kant opzetten, een beetje rangeren. Nu zitten we in het ABD gedeelte. Dat wil zeggen A eerste klas, B tweede klas, D bagage. En de X van stuurstand. Even kijken naar de wissels. Hop. Oh, ah. We gaan dus even achteruit rijden. Allee, even terugrijden, aankoppelen aan de andere. Dan zal het normaal moeten lukken. Ja, ja, doe de man, ik leef nog altijd. Right.
het idee. Als je te veel tractie geeft, dan valt je deur hoofdschakelaar uit. Kan ik geen kwaad moeten doorgaan, dus nevermind. Staat wel stil, ik wil terug op het eindje afzetten. Hopla. Hopla, voilà. Voilà, en voorzichtig tegen en geven. Ja, kiep rond de expliciete mij. Excuseer me, dat woord heb je dus niet gehoord. Dan wist dat vergeten achter. Nu ga ik gewoon achteruit, hè. Dat is eigenlijk juist goed. Excuseer me voor de vertraging. Oeps, dit doen we dus echt dus niet. Oh, dat bedoel ik maar vol. Klein detail. En gewoon even vol tractie geven. Dit is heel raar, dat gaan we dus echt zeker niet doen. Je maakt het echt gewoon kapot op deze manier, joh. Echt cool. En toen was er nog een schakelaar weer uitgevallen. Dat ding kan toch ook tegen niks, zeg. Hey. Ja, sorry, mijn dialecten zijn 10.000. West-Vlaams, Antwerps, Oost-Vlaams, Brabants, Limburgs, alles tegelijk doen. Ah, nu zitten we wel op de juiste spoor, hè, dames en heren. Allee, juiste spoor, is niet waar, dat is een trein voor onze neus, dus ja, niet de juiste spoor. Zie je dat ik niet erop tegenrijden?
voordat je reageert, moet je altijd even een klein stukje stoppen, hè? En dan terug gewoon verder. Juist, detail, bovenschakelaar was uitgevallen. Zo zal het niet van de mannetjes. Voilà, dan heb je er al. Deze opzetten ze. Hupsak eventjes. Oh, leuk. Hier zit dus nog geen boordradio in. Ah, leuk. Oh, mensen, stop allemaal maar in op deze super lange L-trein. Ah, het geluid van een compressor. Zalig. Laat dat compressor maar draaien, jong. Voilà, stuk eraf. Inderdaad. Alexia was een telefoon. Is nog altijd een telefoon, maar ik denk niet dat er aan elk zijn werkende telefoon is. Is nog zo een oude ding met een draaischijf aan. Nee, niet voor een trein te draaien, echt een draaischijf. Oké, we gaan met onze L-trein een keer verder gaan rijden. Misschien de deuren toe doen, dat lijkt me ook wel handig. En een handrem ook afzetten is misschien ook handig, hè? Altijd een beetje pijn. Hè? Voilà, let's go! Misschien de wissels goed leggen, lijkt me ook praktisch. Allee, ik heb niet praktisch hier. Hopla, voilà. Alright. Nee, we gaan niet op tegenspoor rijden, dat gaan we niet doen. Voilà, AVG staat ook open, let's go!
Mooie brug, jongens. Het is een zweeftrein, een maglev. Haha, nope, nog niet. Nee, het is gewoon een foutje in deze map. Ik heb blijkbaar iets verkeerd gedaan, want ik heb de elementen al, dus... Nevermind, we gaan gewoon verder rijden richting Lokeren. Mooi, we krijgen groen sein. Ineens in het middle of nowhere een rood sein. Ja, oké, leuk.
dat ik een speedtest doe en ik zie hoe snel het hier gaat. Oh, dit komt er niet goed. Oké, we gaan doodgaan. Dat gaat dan ook het einde van de luister zijn. En hier zie je het einde van de livestream, dames en heren. Dat geluid is helemaal zo zak. Oké, het is geweest. Alright, dit is het einde. Thanks for watching, zou ik dan zeggen. het was een pijnlijk einde. Alright, dit was het einde. Thanks voor jullie aandacht en tot de volgende livestream. Wanneer dat zal zijn, dat weet ik nog niet op voorhand. Dat zullen jullie wel op tijd zien. Ik wens jullie alvast een fijne avond, nog een fijn weekend en tot de volgende.